hoor. Heel goed. Het laatste fragment. In de tv-serie Louisa en Rosanna, die gaat over twee Limburgse transgenders, ja, gaat Louisa naar het reisbureau, want ze willen een leuk reisje boeken. Hoi. In plaats. Dankjewel. Ik wil graag een reis. Ja. Naar iets waar je een beetje het gypsy gevoel hebt, zeg maar. Naar Engeland. Of Ierland. Waar het warm is. Wat is Ierland? In Ierland heb je niet idee waar dat is of niet? Nee, maar is dat? Ik heb er nooit van gehoord. Nee, ken ik niet Ierland. Oh, maar ik kan geen scheikunde. Je hoeft geen scheikunde en ook geen topografie te kennen. Dit is gewoon de wereld. En dan heb je hier bijvoorbeeld Dublin. En dat is Ierland. Dus dat is eigenlijk maar 10 minuutjes, als ik zo kijk. Nou, 10 minuutjes, dit is een uurtje vliegen. Ik ging dus naar het reisbureau met een brilletje op. Ik denk, daar kom ik een beetje slim over. Maar ik was denk ik niet zo slim. Hier ligt Elvis en Greenland. Nee, dit is Groenland. Groenland? Maar hoe heet dat land dat waar hij begraven ligt? Greenland, hoor. Dat is Graceland. Oh, Greenland. Wat leuk dit. Ja. Je mag hem wel gewoon aan laten staan. Ja, ik nee. Al, ik kan je heel lang lopen hebben, ja. Oké, de vraag. Daar komt-ie. Handen bij de knop. Wie presenteerde het KRO-programma Hij is een Zij, dat over transgenders ging? Een KRO-programma, jongens. Niemand het gezien? KRO? Nee. Is hij lang? Het is een KRO-presentator. Oh. Ja, ik moet gokken, toch? Ja. Ja? Niet Henk Mouwen. Die was wel echt serieus. Arie Boomsma? Arie Boomsma. Ah, ja. Ja.